أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد بس برودرس وزوسترس بس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته In deze moeilijke tijden zitten veel mensen thuis en dat brengt heel veel of heel wat uitdagingen like met zich mee. Uh, vooral wanneer men een bepaalde situatie niet is gewend. Uh, je zit thuis met elkaar, uh, terwijl je gewend bent om uh, uh, te werken of om naar school te gaan. De kinderen zitten, zitten ook niet op school, maar zitten ook thuis. En dat kan, dat kan in deze moeilijke tijden voor enige spanning. Uh, zorgen. Vandaar deze reminder met de hoop dat wij inshallah zullen ons gezinsleven uh, beter kunnen ordenen en daarin een structuur uh, in kunnen brengen zodat wij inshallah ta'ala een gelukkig leven uh, uh, zullen leiden. Uh, waar ik het vandaag over wilde hebben is een belangrijk aspect uh, uh, van het leven namelijk de saamhorigheid en harmonie en genade die in een gezinsleven aanwezig uh, aanwezig dient te zijn. Uh,

En hij is degene die deze barmhartigheid en genade, genegenheid en barmhartigheid tussen jullie uh, uh, heeft uh, uh, gecreëerd. In een ander vers zegt Allah. Hunna lakum lahun. Zij zijn een kledingstuk voor jullie. En jullie zijn een kledingstuk voor hen. Wanneer we daarover gaan reflecteren, wat de functie is van een kledingstuk, dan komen we al gauw tot de conclusie dat kledingstuk een aantal. Uh, 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 taken of een aantal functies als ik het zo mag zeggen, een aantal functies euh, heeft. waaronder onder andere dat kledingstuk jou beschermt. Kledingstuk presenteert jou op een bepaalde wijze. En zo dient ook een huwelijk te zijn. Dat we elkaar euh, beschermen. Dat we elkaar, euh, elkaars geheimen euh, ook verborgen houden. Elkaars tekortkomingen en zondes. Dat is een van de belangrijkste euh, functies van een, euh, van een huwelijk. En daarom is het belangrijk voor een moslimgezin om zeker in deze tijden juist toenadering tot elkaar te zoeken. Juist in in deze tijd is het belangrijk om liefde en genegenheid centraal te stellen in ons, uh, uh, in ons leven. Want wanneer je met elkaar thuis zit... Het kan zo zijn dat je opgeschept met elkaar thuis zit. Dat de, de, de stress van kinderen een, 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 een effect zal kunnen hebben. Wat eigenlijk niet zo hoeft te zijn. Uh, vandaar dat ik even wat adviezen met jullie wil geven. Met jullie wil delen. Met de hoop dat wij inshallah zowezella uh, iets daar uh, iets aan, uh, aan kunnen hebben. Het eerste... Is een, om, om wat belangrijk is om onderscheid te maken tussen, tussen problemen die uh, uh, opgelost dienen te worden en problemen die gemanaged dienen te worden? Want geen enkele huwelijk. In geen enkele huwelijk uh, 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 zijn er, is, is, is vrij van, van, van problemen. In elke huwelijk heb je wel wat uitdagingen en problemen, ruzies, etc. En het is aan ons, het is een menselijke taak, het is een verantwoordelijkheid om dat in goede banen uh, uh, te leiden. Een aantal problemen die op geen enkele manier getolereerd of geaccepteerd uh, moeten worden, is geweld. Geweld is een van de zaken die niet ge ge geaccepteerd dienen te worden, ook niet getolereerd dienen te worden. Op het moment dat het om, 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 om geweld gaat, dan moeten we daar een punt achter zetten. Het kan natuurlijk een incident zijn, het kan zo zijn dat er een keer iets gebeurt wat niet door de beugel kan, maar als dat een gewoonte is van wie dan ook, of het nou de man is of de vrouw, dan moeten we daar een eind aan maken. En als ik het over geweld heb, dan heb ik het niet alleen maar over fysiek geweld. Ik heb het niet alleen maar over dat iemand geslagen wordt, ik heb het over dat, wat natuurlijk niet kan en niet mag, maar ik heb het ook over uh, geestelijke mishandeling. Uh, wanneer iemand wordt gemarteld, wanneer iemand uh, op de proef wordt gesteld uh, vanwege bepaalde gedragingen van zijn of haar, uh, of haar partner. Naast deze vorm van mishandeling heb je ook een andere soort mishandeling. En dat is de spirituele mishandeling. En vaak gaan deze drie wel met elkaar. Op het moment dat iemand niet goed wordt bejegend, niet goed wordt behandeld. Hè, dan kan dat leiden tot de geestelijke uh, mishandeling. En dat kan vervolgens weer leiden tot de spirituele mishandeling: dat iemand misbruik maakt van de religieuze teksten, van zijn religie, van geloof. Om een ander te onderdrukken. Zo is mij een keer verteld door een, een, een zuster dat haar man haar vertelt dat de troon van Allah zal bewegen op het moment dat zij de scheiding zal aanvragen. Terwijl hij haar aan het mishandelen was. En ik ben zelf, nee, dat is nog erger dan, dan alleen maar geweld. Dat is geweld, gebruik maken van geweld. Tegelijkertijd ga je iemand emotioneel mishandelen. En boven dat. Wat heel erg is, ga je dat ook goed praten door je religie uh, 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 naar, voren, naar voren te brengen. Dus dat zijn problemen die niet getolereerd mogen worden. En daar moeten we als, uh, als, uh, als gezinnen, uh, uh, als partners, daar moeten we een eind, uh, 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 een eind aan maken. Tweede... tweede een zaak wat ik wil benoemen, wat ook niet getolereerd dient te worden, is op het moment dat er sprake is van vreemdgaan. Dat is natuurlijk een issue wat bekend is. Heel veel mensen lijden daar, heel veel gezinnen lijden daaronder. Op het moment dat dat ter sprake komt, dan moeten we daar een eind aan maken. Natuurlijk, zoals ik eerder al zei, een incident, een fout kan. En vanuit de, 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 de eigenschappen van Allah, die we hebben meegekregen, is het belangrijk om elkaar te vergeven. Om elkaar... Uh, een kans te geven, maar op het moment dat dat een gewoonte is van wie dan ook, van of het nou de man is of de vrouw, dan moeten we heel goed gaan nadenken over hoe wij het leven samen kunnen, uh, 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 kunnen voortzetten. Natuurlijk kunnen we heel veel andere zaken, andere aspecten, uh, uh, andere soort problemen benoemen die, uh, die niet getolereerd en niet geaccepteerd moeten worden. En deze twee zijn in mijn ogen de belangrijkste twee die we, die we uh, uh, zeker de nodige aandacht moeten geven. En snel aan de, aan de bel moeten trekken met uh, uh, mensen, uh, uh, met professionals daarover in gesprek gaan, hulp gaan vragen. En dat is niet verkeerd of slecht om hulp aan te vragen op het moment dat je dat nodig hebt. Dus laat dat niet, slik dat niet door. Slik dat niet door en probeer op zoek te gaan naar oplossingen om direct een eind te maken aan dit soort uh, 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 problemen. Tegenover deze grote problemen, als ik het zo mag zeggen, die niet getolereerd mogen worden, heb je wat kleinere problemen die gemanaged dienen te worden. En dan hebben we het over dat, uh, 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 dat een persoon uh, vindt dat, dat zij of hij te weinig aandacht krijgt. Dat is een terechte zaak. Hè? Heel veel vrouwen uh, 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 klagen over uh, hun mannen dat ze dus niet voldoende tijd krijgen. Of andersom, dat de, dat de vrouw niet genoeg voor haar man zorgt. En dit soort zaken. Dus ik wil niet heel concreet te werk gaan zodat niet uh, een, een specifieke persoon zich aangesproken voelt, maar het is een algemene zaak waar ik, uh, waar ik naar wil refereren. Dus op het moment dat dit soort zaken spelen, dan is het heel belangrijk om dat op een andere manier uh, uh, aan te pakken. En dat zoals ik eerder zei, om dat te managen. Want dat is uiteindelijk wat nodig is: problemen zijn om op te lossen. Maar heel veel zaken in het huwelijk die gebaseerd zijn op de verschillen die wij hebben als mensen, hoeven ook niet opgelost te worden, dienen slechts alleen maar gemanaged te worden. Ik hoor heel vaak van gezinnen die zeggen, ja wij passen niet bij elkaar omdat we verschillend zijn. Dus je hoeft ook niet precies hetzelfde te zijn om bij elkaar te passen. Juist uh, 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 Wanneer je juist van elkaar verschilt, dan is het heel mooi om bij elkaar te komen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, وَالْمُؤْمِنُونَ mu'minatu بَعْضُهُمْ de gelovige mannen en de gelovige vrouw zijn elkaars helpers. Dus wat, wat die persoon tekortkomt, dien jij aan te vullen en andersom ook. Dus het is belangrijk, beste broeders en zusters, om zeker in deze tijden waarin je, waar, waarin je heel vaak met elkaar zit, om sommige zaken even achterwege te laten om aan grotere doelen uh, 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 te werken. En daarbij is het heel belangrijk één om niet de emoties van een ander te interpreteren. Heel vaak wordt er meteen een conclusie getrokken van hij, verwaarlo hij verwaarloost mij of hij, euh, 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 hij behandelt mij niet goed of euh, hij, hij haat mij of zij haat mij, terwijl dat eigenlijk in essentie niet het geval is. Dus het, de eerste stap die we moeten doen om niet euh, euh, verkeerde conclusies te trekken, is dat we niet zelf emoties van een ander gaan interpreteren. Maar dat we oprecht. Interesse gaan tonen in de ander. Dat we oprecht interesse tonen in de ander om, tot, om gezamenlijk tot een conclusie te komen. Wanneer jij je vrouw of je man met een bepaalde emotie ziet, ja, of het nou woede is of verdriet. Eh, probeer met die persoon in gesprek te gaan. Wat zit jou dwars? Wat, wat doet jou pijn? In plaats van dat je zelf een conclusie namens een ander uh, uh, trekt. Waarom ben je nou weer boos? Wordt er heel vaak gezegd. Of waarom ben je nou weer verdrietig? Wat heb ik jou aangedaan? Terwijl dat eigenlijk niet zo hoeft te zijn. Probeer interesse te tonen en vraag wat de beweegredenen zijn. van zo'n gedrag of van zo'n zo emotie. Dus probeer het zelf niet te interpreteren. Tweede stap, ga met, de, met jouw partner daarover in gesprek. En derde, wat heel belangrijk is, is dat je soms. Niet zozeer zaken moet bagataliseren, maar meer uh, dat je het niet groter maakt dan het is. De Profeet wa sallam, was een keer bij een, bij een van, je, van zijn vrouwen, waar, uh, waarna een andere, een andere vrouw uh, een schotel uh, of een bord eten uh, had, had gestuurd naar hem terwijl hij bij een andere vrouw was. En, eh, 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 en zij werd boos natuurlijk. Ze vond het niet fijn. Ze voelde eh, een vorm van jaloezie, als ik het zo mag zeggen. Dus ze nam dat bord en ze gooide het tegen de grond, waardoor uiteindelijk de, eh, het bord kapot was gegaan. Het eten kwam op de grond terecht. Eh, dat is een gedrag wat niet kan, wat niet mag. En de Prophet reageerde daarop op een hele zachtaardige manier. Hij glimlachte en hij zei: Garat oftewel jullie moeder, zeg maar, wij noemen onze, de vrouwen van onze Profeet Sallallahu maar onze moeders. Oftewel, zij is jaloers geworden. Hij verklaarde uh, haar emotie door met, met, met een glimlach en niet met woede of boosheid. Tegelijkertijd nam hij het zelf, hij probeerde het bij elkaar uh, uh, op te ruimen en, 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 en uh, vroeg haar om een nieuw bord naar de ander te sturen. Dus hij heeft het probleem als het ware gemanaged. En hij, was, hij, is, hij is wel rechtvaardig geweest om een ander bord uh, van haar uh, te pakken... Aan een, ander, uh, uh, aan een ander te geven, zonder dat dat een heel groot probleem, uh, groot probleem wordt. Dus op het moment dat we thuis zitten, dan is het heel belangrijk... om één, niet te interpreteren. Twee, om uh, in, uh, interesse in een ander te tonen. En derde, is dus om op een zachtaardige, uh, laagdrempelige, uh, eenvoudige manier... ساعة، أبتبك إن شاء الله، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين.